Ik vind het belangrijk om aandacht te besteden aan het hebben van meerdere aandoeningen, oftewel multimorbiditeit, omdat ik zelf als patiënt heb ervaren dat op het moment dat je heel ziek wordt, het heel een lastige zoektocht wordt naar welke aandoening heb ik nu eigenlijk en wat betekent het voor mij als patiënt en wat voor behandelingen horen daarbij. En in mijn geval ontwikkelde ik op een gegeven moment meerdere aandoeningen tegelijk. En toen was ik zelf heel ziek, ik kon me niet zelf goed verplaatsen, ik kon ook niet meer zo helder nadenken. En ja, weet dan nog maar eens de juiste artsen te zoeken bij de aandoening. En met name specialisten hebben heel veel verstand van één ding, maar weten dan niet zoveel van de rest. Dus weten ook niet zo goed wanneer jij heftige bijwerkingen krijgt van een medicijn, dat het van de medicijnen van een andere specialist is. Ik merk zelf weinig overleg tussen zorgverleners. Maar ja, af en toe wel een huisarts die dan zegt van, ik ga even met je specialist overleggen. Maar dat is nou ja, toevallig net recent geweest en daarvoor nog nooit meegemaakt. Ik merk dat mijn zorgverleners proberen om aandacht te hebben om verder te kijken. Maar ja, in de praktijk blijkt gewoon dat het niet werkt en ze eigenlijk niet goed ingesteld zijn op de complexiteit. Die dat gewoon met zich mee heeft. En ik heb ook het idee dat de kennis er gewoon niet is. En zo zijn er heel veel zaken waar je tegenaan loopt als patiënt met meerdere aandoeningen. Ik ben eigenlijk nog nooit door iemand goed geholpen voor meerdere aandoeningen. Los apart, dat gaat prima. Maar de complexiteit, dat is er nou, niet goed geregeld. Ik ben Barbara van Münster en ik ben hoogleraar ouderengeneeskunde geriatrie in het UMCG in Groningen. En binnen mijn leerstoel hou ik mij bezig met organisatie en kwaliteit van ziekenhuiszorg voor oudere patiënten en patiënten met multimorbiditeit. Daarnaast ben ik zelf ook dokter en zie deze patiënten. En hou ik mij namens de Nederlandse Internistenvereniging in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie bezig met het verbeteren van de zorg voor mensen met multimorbiditeit. En heb ik onder andere vorig jaar het adviesrapport uitgebracht voor multimorbiditeit en regie in het ziekenhuis. Ik wil u heel kort wat vertellen over wat multimorbiditeit is, wat het complex maakt in de ziekenhuiszorg en ook wat regieondersteuning is, maar vooral ook wat u zelf kan doen in de zorg. Nou, mogelijk is het al eerder aan bod gekomen bij andere presentaties. Onder multimorbiditeit verstaan we het hebben van twee of meer chronische aandoeningen op hetzelfde moment. In één patiënt. En dat kunnen allerlei verschillende aandoeningen zijn. In het geval van schildklierproblematiek kan daar bijvoorbeeld hart- en vaatziekte bij komen of suikerziekte, kanker, COPD of astma. Dat zijn wel de meest voorkomende aandoeningen. Multimorbiditeit komt heel erg veel voor. Op dit moment heeft 1 op de 4 Nederlanders voldoet aan de definitie voor multimorbiditeit. Maar verwachten dat dat in de toekomst steeds meer mensen zullen zijn en in 2040 wel 1 op de 3 Nederlanders multimorbiditeit heeft. En welke patiënten zijn dat dan? Uiteraard zijn dat vooral de oudere mensen, omdat hoe ouder je wordt, het risico op een chronische aandoening steeds groter wordt. Maar het zijn niet alleen oudere mensen, ook op jongere leeftijd komt multimorbiditeit voor. Nou, behalve een hogere leeftijd zijn er nog andere kenmerken van patiënten met multimorbiditeit. Gemiddeld genomen zijn het mensen die in een lagere sociale economische status leven. En dat betekent dat ze minder geld hebben, vaak ook wat lagere gezondheidsvaardigheden, een lagere opleiding. En dat is zeker niet zo dat dit voor alle patiënten geldt, maar wel is het een factor die vaker voorkomt in deze groep. Gecombineerd hiermee zien we soms dat mensen een slechtere leefstijl hebben. Ik wil niet altijd zeggen dat dat kan enerzijds de oorzaak zijn van een aantal aandoeningen,
Maar het kan ook het gevolg zijn doordat je een ziekte hebt dat je leefstijl slechter wordt. Bijvoorbeeld op het moment dat je last hebt van slijtage in de gewrichten, dat het lastiger wordt om te bewegen. Ook zie je vaker dat er functionele problemen voorkomen. En dan bedoel ik het lastigere lopen, maar ook problemen als incontinentie, vallen of duizeligheid door medicijnen en problemen in de zelfzorg. Ook dat kan weer een oorzaak en een gevolg zijn. Anderszins zien we dat er vaak problemen op hele andere domeinen, hè, niet het lichamelijke domein, voorkomen. Psychische klachten, angst, depressie, maar ook eenzaamheidsproblematiek. Ook zie je vaker dat er geheugenproblemen voorkomen. Dat kan zowel door de medicijnen als de ziektes komen, of door gewoon weer een losse aandoening als dementie erbij. Logischerwijs gebruiken mensen die meerdere ziektes hebben ook meer medicijnen. We noemen dat polyfarmacie als je 5 of meer medicijnen op 1 dag gebruikt. Wat maakt die multimorbiditeit in het ziekenhuis nou zo ingewikkeld? Nou, ik wil u dat uitleggen aan de hand van dit spaghetti-model. Aan de linkerkant ziet u de ziektes. Nou, op het moment dat u 1 aandoening heeft, bijvoorbeeld een schildklierziekte, dan is de zorg eigenlijk prima georganiseerd rondom die schildklier. Op het moment dat er 2 ziektes tegelijk zijn, bijvoorbeeld suikerziekte en schildklieraandoening, wordt het alweer ingewikkelder doordat er meerdere zorgverleners bij betrokken zijn en doordat het in meerdere zorgketens valt, samen met de huisarts in het ziekenhuis. Maar in het geval van meerdere aandoeningen en op het moment dat er dan ook nog functionele of psychosociale problemen voorkomen, dan wordt het letterlijk een warboel, omdat ziektes en hun behandelingen met elkaar gaan interfereren. Een ander probleem waardoor die ziekenhuiszorg zo complex kan zijn, is dat elke dokter bezig is met de behandeling van zijn ziekte. En dus de cardioloog houdt zich bezig met de behandeling van de hartaandoening, de longarts houdt zich bezig met de behandeling van de longziekte, en zo probeert iedereen op zijn eigen gebied de meest optimale zorg te geven. Maar patiënten zelf zijn vaak veel meer bezig met: en wat is nou de betekenis van deze ziekte en deze behandeling op mijn dagelijks functioneren? En kan ik nog wel de hele dag weg van huis? Wat is mijn kwaliteit eigenlijk met het hebben van deze ziektes? Bijvoorbeeld in het geval van dialyse. Wil ik nou wel of niet dialyseren? Wat doet dat voor mijn leven? En dit zijn hele andere vragen die niet altijd aan bod komen in de ziektegerichte zorg zoals het nu georganiseerd is. Dus er zijn veel betrokken zorgverleners die ieder op hun eigen gebied bezig zijn. En dat levert fragmentatie van zorg op. En die fragmentatie van zorg heeft gevolgen voor de patiënt. Vaak gebeurt het dat er, zoals gezegd, meerdere behandelaren zijn, waarbij iedereen op zijn eigen gebied bezig is en de patiënt eigenlijk niet meer goed het overzicht heeft. En vragen niet altijd beantwoord worden. En dat leidt tot frustratie en lagere tevredenheid over de zorg en met name over de coördinatie van zorg. Maar het heeft ook gevolgen voor de zorg. Doordat er iedereen zijn eigen behandeling instelt, kan er over- of onderbehandeling voor de patiënt ontstaan. En er kunnen interacties optreden tussen de verschillende medicijnen of de ziektes en hun medicijnen. En ook kan het zo zijn, doordat elke dokter zijn eigen diagnostiek instelt, er over diagnostiek plaatsvindt. Hè, bijvoorbeeld de cardioloog en de internist willen alle 2 bloedonderzoek, maar weten eigenlijk niet van elkaar dat bloedonderzoek aangevraagd is, waardoor de patiënt 2 keer bloed moet prikken. Nou, dat leidt tot een hoger zorgverbruik, hogere kosten, maar ook doordat die interacties in medicijnen kunnen optreden, kan het zo zijn dat mensen op de eerste hulp komen met problemen. Bijvoorbeeld duizeligheid en vallen door lage bloeddruk door alle medicijnen. Dus dat geeft slechtere uitkomsten van zorg.
We weten dat dit overzicht houden voor patiënten veel moeite kost, omdat wij interviews hebben gedaan met patiënten en patiëntengroepen. Patiënten hebben aangegeven dat het niet altijd duidelijk is wie nou binnen hun behandelteam het echte aanspreekpunt is. Uiteraard is de huisarts in de eerste lijn de overkoepelende behandelaar, maar voor ziekenhuiszorg is dat soms lastig, omdat huisartsen ook niet altijd zicht hebben op wat er nou precies door wie in het ziekenhuis gebeurt. En de communicatie tussen huisartsen en specialisten gaat veelal via brieven. En we kunnen niet elkaar systeem in. Ik kan niet bij de huisarts kijken en de huisarts kan niet in het ziekenhuissysteem kijken. Patiënten gaan ervan uit dat medisch specialisten veel met elkaar overleggen en dat ze eigenlijk wel kunnen zien wat er precies gebeurt met de patiënt, omdat het allemaal in hetzelfde elektronisch patiëntendossier gebeurt. Dat kan in principe ook, maar dokters zijn vooral bezig met hun eigen ziektetraject en kijken niet altijd in het dossier van hun collega. Dit alles maakt dat het lastig is voor patiënten om eigen regie te voeren in de ziekenhuiszorg. We denken daarom dat patiënten met multimorbiditeit gebaat zijn bij regieondersteuning. En met regieondersteuning bedoel ik afstemmen van de ziekenhuiszorg op de gehele lichamelijke, de psychische, maar ook de dagelijkse situatie, de functionele problemen die er zijn. En daarbij moet uiteraard rekening gehouden worden met wat nou de voorkeuren zijn, de doelen van een patiënt, maar ook de mogelijkheden. En soms gaat dat prima met regieondersteuning, of omdat het goed georganiseerd is in het ziekenhuis, of omdat patiënten dat zelf eigenlijk prima kunnen organiseren. Wat zijn dan elementen die bij regieondersteuning komen kijken? Dat is enerzijds moet er aandacht zijn voor organisatie van zorg en hulp bij zelfmanagement. Dus goede uitleg over welke ziekte, welke behandeling en hoe een patiënt zelf daar in zijn dagelijks leven mee om kan gaan. Met organisatie bedoel ik ook bijvoorbeeld hulp in afsprakenplanning. Dat verschillende afspraken met elkaar op één dag voorkomen en patiënten niet elke week naar het ziekenhuis hoeven. Daarnaast, zoals gezegd, is er behoefte aan een overkoepelend aanspreekpunt naast de huisarts, een eenduidig aanspreekpunt in het ziekenhuis, zodat het voor de patiënt duidelijk is dat hij voor elke vraag bij datzelfde aanspreekpunt terecht kan en hij niet zelf hoeft te zoeken binnen al de behandelaren waar hij of zij zijn vraag kwijt kan. En het laatste is dat er aandacht moet zijn voor een overkoepelende en afgestemde behandeling, waarbij dokters met elkaar afstemmen en er een eenduidige coördinatie is, een eenduidig behandelplan. Nou, hoe is het op dit moment gesteld met regieondersteuning? Zoals eerder benoemd zijn er plekken waar het eigenlijk prima georganiseerd is. Geriater doet veelal regieondersteuning voor kwetsbare ouderen binnen het ziekenhuis en ook bij de nefrologie, bij de dialyse, is er vaak al veel regie door de nefroloog in het ziekenhuistraject. De wetenschappelijke verenigingen zijn actief om hier verbetering in aan te brengen, daar waar het nog beter kan. Onder andere door het ontwikkelen van een leidraad voor de behandeling van multimorbiditeit. En ook door te zorgen dat dokters tijd krijgen om dat stuk erbij te nemen in de zorg. Want het kost best tijd om te overleggen en goed te kijken wat de patiënt nodig heeft. En als je daar niet voor betaald krijgt, dan is het lastig om dat in te bouwen in de praktijk. Patiëntenfederatie is ook actief op dit thema. Vorig jaar is de werkgroep Multimorbiditeit opgericht, omdat ook de patiëntenfederatie merkte dat zij georganiseerd waren in ziektegerichte organisatie, hè, zoals de schildklierorganisatie. Recent is er een enquête onder alle patiëntverenigingen uitgezet.
om patiëntervaringen van patiënten met multimorbiditeit in kaart te brengen. En als het goed is, zijn de resultaten net uitgebracht. Er zijn diverse medisch specialisten met allerlei initiatieven bezig om te kijken van welke nieuwe polyklinieken er opgezet kunnen worden. Samenwerking rondom veel voorkomende aandoeningen of regieondersteuning, zoals er bij de geriatrie gebeurt, voor patiënten die misschien niet voldoen aan de kwetsbare ouderen, maar die wel hulp nodig hebben in hun behandelingen bij alle specialisten. En niet onbelangrijk, er wordt heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. In mijn groep zijn er onderzoekers bezig met welke patiënten zijn het nou eigenlijk die regieondersteuning nodig hebben, hoe herkennen we ze en wat is er dan nodig in de ziekenhuisorganisatie en hoe kunnen digitale hulpmiddelen daarin ondersteunen. En ook, hoe moet die persoonlijke gezondheidsomgeving ingericht worden, zodat patiënten ook goed kunnen begrijpen welke zorg ze krijgen. Uit de literatuur is al bekend dat patiënten die succesvol zelf zijn in de regie bepaalde strategieën hebben. Zij zijn heel goed in het stellen van prioriteiten tussen behandelingen. Want als je heel veel behandelingen moet ondergaan, veel medicijnen, veel leefstijlregels, dan is het goed om daarin keuzes te maken om de werklast voor u als patiënt behapbaar te houden. En ook zijn ze goed om behandelingen te coördineren en te integreren in het dagelijks leven, zodat er ook nog leven overblijft naast alle ziektes en behandelingen. Nou, wat kunt u zelf als patiënt doen, mocht u een patiënt met multimorbiditeit zijn? Benoem het aan uw behandelaar als u zelf het overzicht niet meer heeft. Vraag ook wie binnen uw behandelteam het aanspreekpunt voor u kan zijn. Voor u, maar ook voor uw huisarts. En als u dat lastig vindt, dan kunt u de huisarts daarbij betrekken. Maar vaak heeft u zelf een goed idee wie binnen uw behandelteam de meest geschikte dokter zal zijn om die overkoepelende behandeling voor u te organiseren. Vraag ook wanneer u merkt dat ze niet goed aansluiten bij elkaar aan dokters om met elkaar te overleggen. Of vraag eventueel uw huisarts om daarin te bemiddelen of om een verwijzing naar een internist, internist ouderengeneeskunde of een geriater, om de tijd te nemen om de zorg voor u op een rijtje te zetten en te helpen in prioritering. En het kan helpen om zelf een goed overzicht te hebben. Dus vraag ook om een goede uitdraai van wat nu uw ziektes en behandelingen zijn en beter nog een vertaling daarvan, zodat het goed te begrijpen is. Dit is een voorbeeld van een zorgoverzicht die we samen met patiënten hebben ontwikkeld in een kleine pilot die we hebben gedaan. We hebben daarin de ziektes benoemd in medische termen, maar ook in normale termen, zodat patiënten goed kunnen begrijpen welke ziektes ze nou eigenlijk hebben. Hetzelfde voor de medicijnen. Niet alleen welke medicijnen, maar ook waarvoor ze precies zijn. En naast de behandelaren ook te benoemen wat elke behandelaar waarin doet en een overkoepelend plan met adviezen vast te leggen. Dit is wat ik wilde vertellen. Ik hoop dat ik u een inzicht heb gegeven in wat de complexiteit is van multimorbiditeit in het ziekenhuis. Wat wij denken dat oplossingen zijn om dat beter te maken en ook wat u daar zelf in kan doen. Ik praat hier ook namens het platform voor multimorbiditeit. Wij zijn een platform wat zich helemaal richt om de kwaliteit van zorg voor mensen met multimorbiditeit te verbeteren. En hebben onder andere een website die wij op dit moment aan het inrichten zijn. Mocht u nou vragen hebben of opmerkingen of tips, dan nodig ik u van harte uit om naar dit mailadres te mailen. Om te kijken wat we daarmee kunnen doen. Nou,
Ook als u vragen heeft naar aanleiding van deze presentatie, omdat ik niet ter plaatse ben. Nou, ik hoop dat een van de andere sprekers ze kan beantwoorden. En anders voelt u zich vrij om de vragen per mail naar mij toe te sturen. Nou, ik hoop dat we over 10 jaar terugkijken en denken van nou, multimorbiditeit en regieproblemen. Dat is eigenlijk geen issue meer in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Dank voor uw aandacht. Mijn naam is Sylvain Michet. Ik werk als arts en epidemioloog in het Erasmus MC. Ik ga het vanmiddag met u hebben over multimorbiditeit. Ook wel het samenvallen van twee of meer langdurige aandoeningen. En ik heb de presentatie getiteld Voorkomen, dus preventie, volgorde en vervolg. Want hoe moeten we dan verder als we dit allemaal hebben geleerd? Allereerst een disclaimer voordat ik de presentatie begin. Ik doe heel veel soorten onderzoek naar verschillende ziektes, maar nou net de schildklier is een orgaan waar ik wat minder onderzoek naar doe specifiek. Dus ik kijk vooral naar verschillende ziektes en hoe die met elkaar samenvallen. Maar helaas is de schildklier nog niet helemaal daarin meegenomen. Dus ik ga dat zeker doen in de toekomst, maar dan weet u nu alvast dat dat iets is wat op mijn wensenlijstje staat. Dit zijn eigenlijk de drie antwoorden die ik u wil geven op de volgende drie vragen. En die kunt u dan meenemen naar huis of naar uw werk of waar u naartoe wilt. En u kunt ze hier lezen. En ze komen weer terug op de drie V's, de drie voorkomen, volgorde en vervolg die ik al eerder had genoemd. En het gaat met name over hoe ontstaat het nou? Welke verschillende patronen zijn er? En waarom moeten we daar eigenlijk de zorg op gaan inrichten? Allereerst, hoe ontstaat multimorbiditeit en waarom is dit onderwerp eigenlijk van belang? Nou, zoals we denk ik allemaal weten, we gaan allemaal een keer dood. Dat weten we allemaal. Maar we worden ook natuurlijk een keer ziek in het leven. En doorgaans leidt de ziekte ook de dood in, zeker op hogere leeftijd. En de vraag die eigenlijk uitstond voor ons als onderzoekers was, wanneer gebeurt dat eigenlijk? En dan bedoelen we met name, als je nou allerlei verschillende ziektes bij elkaar kan nemen, die vaak de oorzaak zijn van de dood. Dus denk bijvoorbeeld aan longziektes, hartziekten, maar ook kanker of dementie. Welke ziekte treedt dan op als eerste? En welke leeftijd heeft dan iemand eigenlijk als dat optreedt? Daarvoor hebben wij gebruik gemaakt van de grote studie, de ERGO-studie, de Erasmus Rotterdam Gezondheidsonderzoek. Dat is een langlopende bevolkingsstudie in de regio Rotterdam, waar mensen al eigenlijk meer dan 30 jaar aan meedoen. Dus in 1989 deden de eerste deelnemers aan dit mooie onderzoek mee. En we zijn over de jaren heen die mensen blijven vervolgen, totdat zij ziek werden, totdat ze dood gingen. Maar die mensen gingen natuurlijk dood en op een gegeven moment moesten natuurlijk ook nieuwe mensen bijkomen om het onderzoek in leven te houden, zoals we dat noemen. Dus door de jaren heen zijn er steeds meer mensen mee gaan doen. En ook die mensen zijn we blijven vervolgen. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je, en dat laat deze lijn mooi zien, met een grote groep mensen begint die eigenlijk geen langdurige aandoeningen hebben als ze meedoen met de studie. Maar over de jaren worden de mensen langzaam ziek. Ze krijgen bijvoorbeeld risicofactoren zoals roken, overgewicht of hoge bloeddruk. En vervolgens komt er een intrede van de ziekte en uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal sterven. Nou, deze data hebben we eigenlijk gebruikt om eens te kijken van als we van al die mensen die al 30 jaar zijn gevolgd over tijd, kunnen zien wanneer zij voor het eerst ziek worden, welke leeftijd is dat dan? Nou, en dat ziet u in deze animatie. Dus u ziet op de linkeras ziet u het absolute risico op ziekte en op de onderste as ziet u de leeftijd. En dan ziet u eigenlijk dat die lijn, die begint rond de 45 jaar, omdat dat de eerste mensen waren die mee konden doen aan de studie, en die lijn die kruipt eigenlijk zo heel snel omhoog. En aan het einde zakt die weer een beetje af. En ik zie dat de leeftijd hier niet helemaal opstaat. Maar je moet maar even geloven dat het begint bij 45 en het eindigt bij 100. En je ziet hoe mooi deze lijn eigenlijk zich zo aftekent. En ook dat we dus eigenlijk allemaal rond de leeftijd van 90 of 100 jaar, als u dan nog in leven bent, toch wel een langdurige aandoening heeft. En welke aandoeningen zijn dat zoal die we dan als eerste krijgen? Want dat is hier wel even van belang. Dus hier ziet u opnieuw dat risico staan. En dan hebben we hier onderscheid gemaakt tussen twee groepen mensen. De ene groep heeft geen risicofactoren. En dan bedoel ik roken niet, geen hoge bloeddruk. En dan hebben we ook geen overgewicht.
En de andere groep heeft die alle drie de risicofactoren. Nou, en dan ziet u dat u al die ziektes bij elkaar optelt, komt u ongeveer op een gelijkwaardig percentage. Of je nou risicofactoren hebt of niet. De ziekteintrede komt wel ergens in het leven. Maar het is met name de leeftijd waarop dit gebeurt. En dan zien we ook grote leeftijdsverschillen. Dus mensen die geen risicofactoren hebben, die leven vaak 6 jaar langer. Maar die leven ook 9 jaar langer zonder dat ze ziek zijn. En hier ziet u ook de verschillen in de eerste ziekte die optreedt. Dus bijvoorbeeld, als we kijken naar de mensen zonder risicofactoren. Die hebben bijvoorbeeld hier in het paars niet zo vaak diabetes als eerste ziekte. Terwijl mensen met 3 risicofactoren, dus roken, overgewicht en hoge bloeddruk, krijgen vaak diabetes als eerste aandoening. Maar we weten inmiddels ook dat het daar dus niet bij blijft. En daar hebben we het dus ook vandaag over. Het is niet één aandoening die mensen vaak in het leven krijgen. Nee, het worden er meer. En dan spreek je over multimorbiditeit. En dan wordt het ook complexer, want de ene aandoening laat zich niet altijd even makkelijk behandelen door dezelfde dokter of zorgverlener als de andere aandoening. Dus de patiënten krijgen te maken met een complex web van zorgverleners. Nou, en dit is een beetje het beeld wat gaat ontstaan. Dat mensen met verschillende ziektes tegelijkertijd in de kliniek komen of bij de dokter. En dat daar dus organisatie van zorg moet plaatsvinden. Maar wat er ook gebeurt, is dat die mensen verschillende zorgverleners zien en dat er verschillende soorten therapieën worden gestart. Dus we zien nu veel lange lijsten van medicatie. En mensen moeten die ook allemaal gaan innemen volgens een bepaald schema. Dus deze lijst is ook best wel indrukwekkend. En dan moet de ene tablet moet 's ochtends en de ander moet 's avonds. En de een moet genomen worden zonder dat u gegeten heeft en de ander na het eten. En de een is een zalf en de ander weer een tablet. En de een mag weer niet samen met die en de ander weer niet met die. Dus zo bent u als patiënt soms ontzettend bezig met het afstemmen van al die medicatie. Nou, dit is denk ik vandaag al uitgelegd, maar ik ga het toch nog heel kort even doen. Verschil tussen comorbiditeit en multimorbiditeit. Nou, bij comorbiditeit zeggen we eigenlijk, oké, er is één aandoening die de patiënt herkent als de belangrijkste. Daaromheen zitten een paar problemen van aandacht in de gezondheid. Bij multimorbiditeit zien we eigenlijk dat er meerdere aandoeningen tegelijkertijd spelen, die ook soms verschillende zorgverleners nodig hebben, waar de patiënt dus tegelijk last van heeft. Nou, dit is even een voorbeeld hoe we het zouden kunnen inkleuren. Er zijn bijvoorbeeld patiënten die hebben dan COPD, dus een longaandoening, maar hebben daarnaast bijvoorbeeld last gehad van trombosebeen, hoge bloeddruk waarvoor ze medicatie slikken, en de nierfunctie doet het wat minder goed. Nou, dit zou een voorbeeld kunnen zijn van hoe je comorbiditeit zou kunnen zeggen, van oké, er is één aandoening en er zijn 3 comorbiditeiten. Bij multimorbiditeit zien we eigenlijk dat er 3 verschillende aandoeningen zijn die tegelijkertijd spelen en waar vaak ook verschillende zorgverleners bij betrokken zijn. Dus hier de longaandoening, hartfalen en dan ook Parkinsonisme. Nou, in dat onderzoek wat ik eerder liet zien, dat erge onderzoek, hebben we nu eens gekeken. Oké, als we nou eens mensen volgen over tijd, dus vanaf weer de leeftijd van 45 jaar. En we rekenen dan eens uit, hoe vaak komt het nou voor dat multimorbiditeit optreedt? En dat hebben we dan apart gedaan voor mannen en voor vrouwen. Dus op het moment dat deze mensen mee gingen doen met de studie, hadden ze nog geen ziekte, waren nog vrij van ziekte. Dan zie je dat ontzettend snel deze grafieken toenemen. Dus hier zit u weer op de linkeras het risico staan. Dat gaat dit keer tot 60% en iets daarboven. En hier weer de leeftijd onderop. Nou, bijvoorbeeld bij mannen, bij 45 jaar zijn mensen nog vrij van ziekte. En dan bij 55, 65, dan klimmen die lijnen ontzettend snel omhoog. En dan ziet u dat met name de grijze lijn heel hard stijgt. Nou, dat is de combinatie van 2 lichamelijke aandoeningen. Bijvoorbeeld hartfalen met kanker bijvoorbeeld. In blauw ziet u de aandoeningen waarbij een combinatie ontstaat van zowel een lichamelijke als een psychische aandoening. Dus dan kunt u bijvoorbeeld denken aan een depressie. Of ook wel dementie of Parkinson zou kunnen vallen onder een psychiatrische of neurodegeneratieve aandoening. Dan zie je daar grote verschillen tussen de mannen en de vrouwen. Alhoewel ongeveer 2/3 van de mensen te maken krijgt in het leven met multimorbiditeit, zien we dat bij vrouwen het risico op de combinatie van een lichamelijke en een psychische aandoening bijna 2 keer zo hoog is als bij mannen. Nou, dit is natuurlijk een belangrijk gegeven, want we weten ook dat het organiseren van zorg voor mensen die last hebben van een psychische gezondheid als lichamelijke gezondheid erg ingewikkeld kan zijn.
En dat is dus goed te weten, dat we bij vrouwen vaker deze combinaties zullen zien en dat dat misschien ook in de zorg op die manier moet worden aangepakt. Nou, dit is niet iets wat wij alleen in Rotterdam zien in onze studie. We hebben ook gewerkt met zorgverzekeringsdata. En dan hebben we gevraagd of landelijk gekeken kan worden hoe die patronen dan zijn van multimobiliteit. Nou, en dan ziet u het hier staan. In het donkergroen ziet u de nulaandoening, weer vanaf de leeftijd van 40, 45 jaar. En dan ziet u hoe snel die nulaandoening percentages afnemen. Nou, dat is niet verwonderlijk, want we weten, we worden op een gegeven moment ziek in het leven. Maar u ziet in donkerblauw en donker, ja, wat is het, geel en een beetje oranje en donkeroranje, de combinaties van aandoeningen en ziet ongelooflijk snel toenemen. Dus hoe ouder we worden, hoe meer ziektes we eigenlijk stapelen. Nou, dat is op zich ook een goed teken, want dat betekent ook dat we de eerste ziekte steeds beter kunnen behandelen. Dus bijvoorbeeld kanker wordt steeds beter behandelbaar, geeft mensen meer tijd om te leven. Dat kan fijn zijn om te besteden met de dierbaren en mooie dingen te doen, maar het geeft ons ook de kans voor het lichaam om nieuwe ziektes op te stapelen. Tweede vraag die ik wil beantwoorden vandaag of met u wil bespreken is: welke verschillende patronen zijn er? We hebben het er net al een klein beetje over gehad, maar vooral ook waarom is het belangrijk om onze zorg daarop in te richten? Nou, deze grap bijna heb ik u eerder laten zien, maar het is ook wel een beetje waar. Hè? In het ziekenhuis hebben we steeds vaker dat de doktoren zich verder specialiseren. Dat heeft wel ertoe geleid dat we heel veel ziektes steeds beter kunnen diagnosticeren en behandelen. Dat mensen ook steeds langer kunnen leven. Maar het draagt er ook een beetje aan bij dat we soms de mensen die heel veel tegelijk hebben niet zo goed meer kunnen behandelen. Omdat dan de een dat stukje van het lichaam doet en de ander doet dat stukje. Maar we zien niet alleen het ziekenhuis, ook in de huisartsensetting gebeurt dit steeds meer. En de huisarts was vroeger, denk ik, toch vooral de dokter die het overzicht had over het geheel. En dat hebben ze zeker nog steeds. Maar we zien ook dat daar bijvoorbeeld de praktijkondersteuner, de POH, taken van de huisarts uit handen neemt. Maar dat doet dan ook specifiek voor bepaalde aandoeningen. Dus je hebt de POH soms voor de astma of voor de COPD. Maar je hebt ook een POH die gaat over het cardiovasculaire systeem. En een POH die gaat over de psychische gezondheid, de POH GGZ. Dus je verzamelt al snel weer een grote groep mensen om je heen als patiënt, als je last hebt van meerdere aandoeningen, en daar bent u dan niet de enige in, zoals u heeft gezien, die ook weer met elkaar moeten overleggen hoe het met u gaat en hoe ze de zorg het beste voor u kunnen inrichten. In theorie is het dus zo dat u bij de huisarts eigenlijk uw huisarts kan hebben als zorgverlener, uw POH GGZ, POH CVRM, dus het cardiovasculair risicomanagement, en de POH bijvoorbeeld van COPD, dus dan heeft u al gauw vier mensen weer om zich heen. En dan bent u nog niet eens in het ziekenhuis geweest. Dus dit spanningsveld, van de ene kant de patiënten met meerdere aandoeningen, die langdurig spelen, en anderzijds ons zorgsysteem, waar we nog heel erg de focus hebben op individuele ziektes, dat levert vooral bij de patiënt spanning op. Want het is goed te realiseren dat 99,6% van uw tijd door het jaar heen moet u zelf het oplossen met uw aandoeningen. Die andere 0,04% zit u bij de dokter of bij de specialist. Dus het is nog wel van belang dat u goed geïnstrueerd wordt hoe het moet en wat u dan thuis moet doen als het misgaat. En dit noemen we dan ook wel ziektelast. Dus de ziektelast die u met zich meedraagt door het jaar heen kan soms behoorlijk zijn en er is maar toch weinig tijd om dat te bespreken met uw zorgverlener. We hebben ziektelast, maar we hebben ook zoiets wat we noemen behandellast. Dus alles wat u draagt aan de ziektes, dat geeft soms vervelende klachten. Of u heeft last van versnelde vermoeidheid. Of u voelt zich somber. Of u heeft gewoon pijn, dat kan natuurlijk ook. En veel kunnen we daarvan verlichten door het gebruik van medicatie. Maar u voelt hem al aankomen. Als u meerdere aandoeningen heeft, dan zijn er ook vaak verschillende pillen nodig. Of verschillende drankjes, of verschillende pleisters. En dat riep bij ons de vraag op, in onze onderzoeksgroep, wat gebruiken mensen nou eigenlijk allemaal en hoe vaak komt het samen voor? Dus daarvoor hebben we gekeken, opnieuw naar die bevolkingsonderzoek in Rotterdam. En daarvan hebben we alle apotheekgegevens van die mensen is geraadpleegd. Dat is een behoorlijke klus, want u heeft al gezien bij die ene lijst hoeveel pillen er soms gebruikt worden. En die moesten we bijvoorbeeld allemaal indelen in hun eigen categorie. Maar dat gaf wel hele bijzondere inzichten. Want wat we dan noemen polyfarmacie, dus het gelijktijdig gebruik van vijf of meer medicamenten, komt vaak voor. Maar wat voor soorten pillen zitten daar dan bij? Nou, dat ziet u hier. Het is een hele grote grafiek. En dat is puur en alleen om even u te laten zien hoe complex eigenlijk dat overzicht wel niet is.
Dus hier ziet u het aantal voorschriften, dus het aantal medicamenten dat zijn uitgeschreven in de hele onderzoekspopulatie. En dan ziet u hier een hele lijst met verschillende medicamenten. En we hebben ze even op grote categorieën ingedeeld. En u ziet al dat cardiovasculaire medicatie, zoals de bloeddrukverlagers, cholesteroltabletten, die zijn eigenlijk het meest voorkomend. En die maken ook de meeste combinaties met allerlei andere ziekten. Maar u ziet ook al heel snel in deze grafiek dat het niet één of twee combinaties zijn, hè? Hier 1, 2, maar soms wel drie verschillende medicamenten. Of hier verderop 4 of 5. En dat komt niet één keer voor, nee, dat komt in grote getalen voor. Dus dit, wat wij dan noemen polyfarmacie, is ontzettend veel voorkomend. En maakt het voor patiënten ook heel ingewikkeld om vol te houden. Soms wordt er een nieuw medicament gestart en een ander eraf gehaald, maar verandert het behandelschema. Dus dan wordt het ene tablet weer van de ochtend naar de avond gedaan. Nou, dat moet je ook maar allemaal kunnen volgen als patiënt. En hier ziet u nog even de schildkliermedicamenten. Die had ik nog even specifiek uitgelicht. En je ziet eigenlijk, die worden het vaakst in combinatie voorgeschreven met cardiovasculaire medicatie. Dus bloeddrukverlagers en cholesterolverlagers of andere tabletten voor uw hart. Nou, dus we hebben de ziektelast, maar dus ook de behandellast die plaatsvindt. En dit is een tweede stuk eigenlijk wat we hebben bij mensen met meerdere langdurige aandoeningen. Suggesties voor organisatie van zorg in de toekomst. Hoe moeten we nou verder? Ik ga drie suggesties doen. Zoals u ziet is dus dat opstapelen van ziekte gebeurt steeds vaker. Wat eigenlijk cruciaal is, wat heel belangrijk is, is dat we die eerste ziekte die ontstaat, dat we die zo ver mogelijk opschuiven. En dat kan heel goed door goed in te zetten op preventie. En ik noem dat hier populatiebrede preventie. Dat betekent dat we bijvoorbeeld het rookbeleid dat we nu hebben, het anti-rookbeleid, dat we dat nog scherper maken. Dat we dus voorkomen dat onze kinderen en onze kleinkinderen gaan roken. Maar ook dat we scherper inzetten op gebruik van bijvoorbeeld fastfoodketens in de wijk. Om het overgewichtprobleem te versmallen, te verlagen. En als laatste ook dat we veel gaan doen aan het controleren van de bloeddruk. Want heel veel mensen lopen rond met een verhoogde bloeddruk zonder dat ze dat weten. Nou, een tweede suggestie die ik doe is integrale eerste lijnzorg. Daar zal ik zo iets meer over vertellen. En de laatste is dat we misschien kunnen kijken naar combinatieklinieken. Zodat mensen in één kliniek de zorg kunnen vinden voor de ziektes die ze daar hebben. Nou, de eerste suggestie, dat had ik al kort ingeleid. We hebben daar onderzoek naar gedaan in 2019. Waarbij we gekeken hebben van als we nou mensen vergelijken die gezond leven met die wat minder gezond leven. En dan hebben we het over drie belangrijke risicofactoren opnieuw. De roken, overgewicht en hoge bloeddruk. Wat gebeurt er dan met hun lengte van leven? En dan in de zin in absolute zin, dus hoe lang leven ze langer. Maar ook hoe lang leven ze anders of langer zonder ziekte. Nou, en dat ziet u in deze grafiek. U ziet hier de levensverwachting vanaf 45 jaar. En dan ziet u de gezonde levensverwachting in groen en de levensjaren met ziekte in rood. Nou, en u ziet ook dat u hier de drie risicofactoren ziet en hier de geen risicofactorengroep. Nou, en dan ziet u dat eigenlijk op het moment dat de mensen die drie risicofactoren hebben gaan sterven, worden de mensen die geen risicofactoren hebben, worden pas ziek. Dus er zit een groot verschil tussen het moment van ziekte. En als we deze balk dus verder kunnen opschuiven, zoals we hier hebben gedaan hè, met een aantal jaren, dan is ook de kans om daar in dat tweede stukje, in dat rode stukje, meerdere ziektes op te stapelen een stuk kleiner. Nou, dan kan je ook nog kijken naar hoe kunnen we dus de eerste lijnzorg, dus de huisartsenzorg, verbeteren voor mensen met meerdere chronische aandoeningen. Nou, dat zou kunnen door bijvoorbeeld meer in te zetten op de zelfsturing van de patiënt. Hè. Dus wat wil de patiënt zelf en hoe willen ze dat inrichten? En dat is gedaan in deze trial, in dit grote onderzoek. En hier hebben ze dus gekeken van oké, als we mensen de kans geven om zelf te prioriteren, zelf voorkeur te geven aan wat ze willen behandelen, samen met een coördinatie van hun patiëntenzorg, dus dan met de zorgverleners die daar een rol spelen, dus daarmee ook veel meer continuïteit kunnen bieden, dus dat dezelfde dokter of dezelfde zorgverlener u vaker ziet, wordt dan de kwaliteit van leven ook beter van die mensen. Nou, helaas was dat niet zo in het onderzoek. Dus het is niet dat deze interventie de kwaliteit van leven van die mensen heel erg verbeterde. Maar wat wel was, is dat deze nieuwe vorm van zorg is niet duurder dan gebruikelijke zorg. En verbetert wel de ervaring van patiënten over de zorg die ze gehad hebben. Dus er is wel winst te behalen in de manier hoe mensen de zorg hebben ervaren, tegen gelijke kosten.
Nou, en als je dan keek naar de controlegroep, dus je hebt twee groepen in deze onderzoek, de mensen die die nieuwe behandeling kregen en de mensen die de oude behandeling behielden, om zo te zien wat het effect was. En in de gebruikelijke zorg zag je eigenlijk al dat 90% van de mensen geen eigen zorgplan had. Dus dat die ook niet echt een idee hadden van wat er speelde en hoe ze dat beste zelf konden sturen of regie kunnen hebben. Maar ook dat bijna een kwart van de mensen vertelde dat hun zorg nooit of zelden werd geïntegreerd. Dus dat betekent dat als ze bijvoorbeeld voor een afspraak naar het ziekenhuis moesten, dat het zelden bekeken werd of dat gelijktijdig kon met die andere afspraak die ze in het ziekenhuis al hadden staan, zeg maar een week later. Nou, hier heb ik nog even de resultaten neergezet. Ik had het u al een beetje verklapt, maar dit onderzoek kwam uit Engeland, wat ik net vertelde, en heeft een vergelijkbaar zorgsysteem als wij in Nederland hebben met de huisartsen. En ze hebben dus veel werk verzet, maar helaas dus op hun belangrijkste uitkomstmaat van de kwaliteit van leven geen effect kunnen aantonen. Daar zijn al allemaal verschillende redenen voor te bedenken, maar belangrijke andere analyses die ook gedaan zijn in dit mooie onderzoek, lieten dus wel wat meer hoopgevende resultaten zien. En ik vind het van belang dat we daar ook aan vasthouden. Nou, de laatste suggestie die ik wil doen is dat we wellicht ook in de toekomst meer klinieken gaan zien. Zoals hier bijvoorbeeld uitgericht in Amsterdam is een hart-breinkliniek geopend. Recent, was op 2 november dit nieuwsbericht. Waar mensen terecht kunnen voor gelijktijdige problematiek. En dat ze dus gezien worden door een team van mensen die integraal, dus holistisch, naar de patiënt kijken. En dat allemaal in kaart brengen wat er speelt. En dan ook een betere prioritering, een betere lijst kunnen maken wat het meest aandacht voor het eerst moet hebben. Nou, en dan als laatste, als ik een paar suggesties mag doen voor hoe verder met multimorbiditeit, dus een manifest voor multimorbiditeit, dan zijn er een aantal dingen die ik zou kunnen uitlichten. Belangrijk is te realiseren, het is de regel aan het worden, niet meer de uitzondering dat mensen met langdurige aandoeningen leven. En het is ook niet alleen onder ouderen zo. We zien het ook op mensen rond de 60, 65 jaar dat dit veel voorkomend is. Nou, er zijn natuurlijk een paar dingen die we nodig hebben. Mensen zullen meer naar een holistisch beeld moeten worden behandeld en ook een zorgplan daarvoor moeten hebben. Maar belangrijk ook is continuïteit en coördinatie van zorg. En zeker in de tijd dat we toch een tekort hebben straks aan zorgverleners, zal dit nog steeds meer onder druk komen te staan. Er zal een belangrijke rol, denk ik, voor patiënten ook komen om dat zelf te gaan coördineren en organiseren. En dat kan alleen als er ook een plan is waarin je dat kwijt kan en dat zorgverleners daarvoor openstaan. Dat je dat als patiënt ook op je wilt nemen. Maar ook zeker de medicatie vereenvoudigen. Het wordt denk ik te ingewikkeld voor patiënten om het allemaal goed te doen. En dat kan natuurlijk de therapie trouw bijvoorbeeld ook in de weg staan. En het laatste is het ondersteunen van zelfzorg. We kunnen patiënten wel vragen om het zelf ook te gaan organiseren en zichzelf te gaan verzorgen en zelfredzaamheid te worden. Maar we moeten ze daar ook bij helpen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dan nog kort de antwoorden op de drie vragen als samenvatting. Als je kijkt naar het voorkomen, dus hoe vaak zien we dit, dan is het eerder regel dan uitzondering. 2/3 van de mensen in de maatschappij krijgt te maken met multimorbiditeit in het leven. We zien dat de vrouwen vaker combinaties hebben van psychische en lichamelijke aandoeningen ten opzichte van mannen, die vaker meerdere lichamelijke aandoeningen hebben. En als we kijken naar het vervolg, hoe moeten we nou verder? Inzetten op continuïteit en coördinatie van zorg. Dat verbetert niet direct de kwaliteit van leven, maar wel de zorgervaring van de patiënten. En dat tegen evenveel kosten. Vraagt wel deze drie punten om een grote verandering in ons zorgsysteem. En dat is denk ik iets wat niet van vandaag of morgen gaat, maar wel iets waar we in de lange termijn over na moeten denken. Ik wil u graag bedanken voor uw aandacht. U kunt me altijd mailen voor opmerkingen of vragen op mijn e-mailadres. Dat ziet u hier staan. Ik wil graag ook de financierders bedanken voor ons onderzoek. Het feit dat dit al zo hoog bij jullie patiëntenorganisatie op de agenda staat, doet me goed. En ik zal hier in de toekomst ook onderzoek in blijven doen. En hopelijk blijven we ook samen in contact. Dank u wel. Welkom bij deze presentatie over schildklier en multimorbiditeit die gegeven is tijdens het kennisfestival op 19 november 2022. Wat is multimorbiditeit? Multimorbiditeit is het hebben van twee of meer chronische ziekten tegelijkertijd. De Patiëntenfederatie Nederland heeft onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in wat betekent het om meerdere chronische aandoeningen te hebben voor je kwaliteit van leven en hoe ervaren mensen de zorg die zij hiervoor krijgen. In deze presentatie vind je de uitkomsten van het onderzoek van de bijna 2000 deelnemende schildklierpatiënten.
In totaal deden 7620 mensen mee aan het onderzoek. Al deze mensen hebben twee of meer chronische aandoeningen. Uit de resultaten kwam naar voren dat 25% van de deelnemers een schildklieraandoening heeft. Daarmee komt schildklieraandoeningen op de vijfde plaats van meest voorkomende aandoeningen in dit onderzoek. Aan alle deelnemers is gevraagd om aan te kruisen op de vragenlijst welke aandoeningen ze hebben. Als we naar de subgroep deelnemers met een schildklieraandoening, dus waarbij alle deelnemers een schildklieraandoening hebben, dan zien we dat de top 5 van de aandoeningen die het meest genoemd zijn door schildklierpatiënten, reumatische aandoeningen, andere aandoeningen, hoge bloeddruk, maag-lever-darmaandoeningen en longaandoeningen zijn. Bij reumatische aandoeningen kun je bijvoorbeeld denken aan artrose en fibromyalgie. Bij maag-lever-darmaandoeningen aan celiakie en bij longaandoeningen aan astma. Ook scoort de mogelijkheid andere aandoeningen hoog. Hier valt alles onder wat niet in de vragenlijst opgenomen was. Tijdens de roadshow in september 2022 hebben we deelnemers ook gevraagd naar hun multimorbiditeiten. Tijdens deze gesprekken werd onder andere B12, hart, artrose, diabetes, apneu, fibromyalgie, darmklachten, prikkelbare darm, voedselallergieën, vitiligo, depressie en PCOS genoemd. Tijdens het onderzoek is ook gekeken hoeveel aandoeningen elke deelnemer had aangegeven. Hieruit blijkt dat 80% van de deelnemers met een schildklieraandoening in totaal 3 of meer soorten chronische aandoeningen heeft. En 52% zelfs 4 of meer soorten aandoeningen. Wat betekent het hebben van meerdere aandoeningen op je kwaliteit van leven? Van de deelnemers met een schildklieraandoening gaf 93% aan dat sommige, dan wel alle aandoeningen, een negatieve invloed heeft op hun kwaliteit van leven. Slechts 7% van de deelnemers met een schildklieraandoening geeft aan dat de aandoeningen geen negatieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven. Op de vraag in hoeverre de aandoeningen invloed op elkaar hebben, geeft 21% van de deelnemers met een schildklieraandoening aan dat ze geen idee hebben of de aandoeningen invloed op elkaar hebben. 65% van de deelnemers geeft aan dat de aandoeningen invloed op elkaar hebben. Bijvoorbeeld, soms versterken aandoeningen elkaar. Gaat het slechter met de ene aandoening, dan gaat het ook slechter met de andere aandoening. En hoewel dus 65% van de deelnemers met een schildklieraandoening aangeeft dat de aandoeningen invloed op elkaar hebben, is de zorg vaak gericht op één aandoening. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit voor 56% van de deelnemers met een schildklieraandoening geldt. Bij 32% van de deelnemers wisselt dit. Soms gericht op één aandoening, soms op het totaalplaatje. Bij 12% van de deelnemers is de zorg vooral gericht op het totaalplaatje. Als we naar de groep deelnemers kijken, waarbij de zorg vooral gericht op één aandoening is, zien we dan ook duidelijk dat er behoefte is bij 64% van deze subgroep aan meer zorg gericht op een combinatie van aandoeningen. Ook in de subgroep waarbij de zorg wisselt, soms gericht op één aandoening, soms op het totaalplaatje, is er een behoefte voor meer zorg gericht op een combinatie van aandoeningen, namelijk bij 48% van de deelnemers. Als we naar alle deelnemers met een schildklieraandoening kijken, zien we dat 48% vindt dat de invloed van medicijnen voldoende in de gaten wordt gehouden. De overige 52% vindt dat invloed van medicijnen niet of weet niet of medicijnen goed in de gaten worden gehouden. Binnen de subgroep met deelnemers met medicijnen die nadelige gevolgen hebben op elkaar, zien we dat 44% heeft geantwoord dat de invloed van medicijnen voldoende in de gaten gehouden wordt door zorgverleners. In deze groep komt wel duidelijk naar voren dat de meeste mensen wel graag willen dat de invloed van medicijnen goed in de gaten gehouden wordt. 37% heeft geantwoord dat medicijnen niet voldoende in de gaten gehouden worden, maar dat dit wel nodig is. En maar 6% geeft aan dat dit niet gebeurt en ook niet nodig is. Als we kijken naar het contact tussen zorgverleners,
komt naar voren dat er bij 38% van de deelnemers met een schildklieraandoening voldoende contact is over de aandoeningen. Bij 21% is er wel contact, maar zou dit wel meer mogen? 19% geeft aan dat er geen contact is, maar dat dit wel nodig is. Bij 10% is er geen contact, maar vindt dat ook niet nodig. En 12% weet niet of er voldoende contact is. Als er sprake is van meerdere aandoeningen, wordt er wel eens een coördinator aangesteld. Dat is iemand die samen met jou de zorg en begeleiding overziet en coördineert. Van de deelnemers met een schildklieraandoening geeft 38% aan dat ze een coördinator hebben. Dit kan jezelf of een naaste zijn. Dit is het geval bij 24% van de deelnemers. Het kan ook een arts of speciale coördinator zijn. Dit is het geval bij 12%. 2% heeft een andere coördinator. 62% heeft echter geen coördinator en van deze 62% zou meer dan de helft, namelijk 53%, wel graag een coördinator hebben. Op de vraag of je nog informatie mist over het hebben van meerdere aandoeningen reageerde 22% met nee, 31% met ja en 47% met weet ik niet. Wat eigenlijk indirect aangeeft dat je informatie mist, want zodra je weet dat je alle informatie hebt, mis je geen informatie meer. Als je deze twee bij elkaar neemt, de ja-subgroep en de weet ik niet-subgroep, mist 78% van de deelnemers met een schildklieraandoening dus informatie over het hebben van meerdere aandoeningen. Wat kan de Schildklierorganisatie Nederland betekenen binnen het thema multimorbiditeit? Hoe gaan we nu verder? Met betrekking tot kwaliteit van leven willen we handvatten bieden om kwaliteit van leven te verbeteren. Door middel van self-management, patient empowerment. Met betrekking tot de invloed van aandoeningen en informatie over aandoeningen is het duidelijk dat er behoefte is aan kennisvermeerdering. Met betrekking tot zorg gericht op combinatie van aandoeningen kunnen we als Schildklierorganisatie Nederland een brug vormen tussen patiënten en zorgverleners. Daarnaast zijn we een werkgroep multimorbiditeit gestart. In deze werkgroep gaan we concreet aan de slag met de kerntaken van de Schildklierorganisatie, namelijk belangenbehartiging, kennis vergaren en delen en lotgenotencontacten rondom het thema multimorbiditeit. Hartelijk dank voor uw aandacht. Welkom allemaal, goedemiddag. Ben ik goed te verstaan? Is het ja? Goed te verstaan, ook voor de mensen thuis? Welkom ook voor de mensen thuis. Ik vind het een bijzondere eer om hier te mogen staan voor dit diverse publiek met heel veel ervaringen. En ik heb eigenlijk nu al vandaag ontzettend veel geleerd als ik dat zo hier volg. En ik zal ook proberen, voor zover ik daar invloed op kan uitoefenen, om ook al die ervaringen zo goed mogelijk mee te nemen bij de herziening van de richtlijn schildklieraandoeningen van het NAG. Want dat loopt op dit moment. Er is op dit moment ook een knelpunteninventarisatie geweest onder de professionals. En het is ook heel belangrijk dat we ervaringen van patiënten en naasten dus meenemen. Dus wellicht als er een soort verslag komt, dan kunnen we dat ook delen met het NAG. Mijn expertise zit hem uiteraard huisartsgeneeskunde, maar dus niet speciaal de schildklieraandoeningen. Dus het is niet de favoriete ziekte van die cartoon die jullie hebben gezien. Overigens viel mij wel op, de patiënt die lag in bed en die dokter die stond, hè, dus dat was ook een hoogteverschil. Die dokter had het dossier zelf in zijn hand, hè, dus niet de patiënt had het dossier, maar die dokter. En ik weet niet of het is opgevallen, die patiënt had geen mond. Ja, is het dat opgevallen? Die patiënt had geen mond en die dokter wel. Nou, ik ben heel blij dat u allemaal wel een mond heeft en mondig bent. Hè. U bent ook, ja, u wilt ook iets doen voor uw lotgenoten en voor uzelf. Dus ik denk dat we hier in een heel goed gezelschap zitten. En wat mij betreft is er ook veel interactie mogelijk, ook na deze presentatie. Maar goed, naast mijn huisartsgeneeskundige kennis ben ik gepromoveerd op richtlijnen. Kwaliteit van richtlijnen. Dat is een hele methodologie
Men moet tegenwoordig aan steeds meer kwaliteitseisen voldoen. En wat we dus zien is dat die richtlijnen steeds dominanter worden als bron van kennis voor dokters en voor huisartsen. En dat de kern van het goed hulpverlenerschap, namelijk persoonsgerichte zorg, daardoor soms een beetje ondergesneeuwd raakt. En vandaar ook die leerstoel, het bevorderen van persoonsgerichte zorg in richtlijnen. We proberen dat zo goed mogelijk te combineren. Het is niet of-of, maar en-en. Nou, dit werkt dus ook heel goed. Ik ga u iets vertellen over multimobiliteit. Heel kort, want mijn collega Barbara van Minster en Silvan, die heeft hier ook al iets over verteld. Ik begin dan met een casus uit de huisartspraktijk. Ik hoop dat u dat ook kunt herkennen. En dan de toepassing van richtlijnen in de praktijk. Hè. En als laatste heb ik ook tips voor persoonsgerichte zorg bij multimobiliteit. Ze zijn gericht op zorgprofessionals, maar ik kan ze ook heel direct vertalen naar u als patiënt. Deze kent u al, definitie, om even toch weer aan te schakelen. Een chronische aandoening is een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op herstel. En multimobiliteit heb je er twee of meer. En bij comorbiditeit heb je een hoofddiagnose en andere ziektes. En het verschil tussen comorbiditeit en multimobiliteit, dat staat hier. Dat is al eerder verteld vandaag. Heel veel mensen hebben dus twee of meer chronische aandoeningen. 5,7 miljoen. 32%, dus een derde van de Nederlandse bevolking. Dat is een enorm aantal, hè? Ja, dus... En 55% van de mensen die een chronische ziekte hebben, hebben er dus nog meer. Dat is eerder regel dan uitzondering. Het verhaal van Sylvain Wiescher van vanochtend. En 90% heeft er zelfs drie of meer. Overal, hè? Dus niet alleen maar ouderen, maar overal. En van de mensen die 75 of ouder zijn, 87%. Bijna altijd meer dan één chronische aandoening. En hier ziet u dat heel goed. Dat het oploopt met de leeftijd. Dit is ook eerder vandaag al laten zien. Je ziet overigens dat op jongere leeftijd komt het iets meer voor bij mannen. En dan zie je op een gegeven moment dat het vaker voorkomt bij vrouwen. Je werd net ook vanochtend ook gezegd dat bij vrouwen de combinatie met psychiatrische aandoeningen wat vaker voorkomt. Daar zit ook een vertekening bij. Want vrouwen die gaan makkelijker naar een dokter om te vertellen dat ze angstig of depressief zijn. Dus die krijgen vaker die diagnose. En mannen die vertellen dat niet zo snel, die gaan alcohol drinken. Nou, niet iedereen hoor. Maar die gaan drinken, die melden zich niet bij de dokter. Die krijgen op een gegeven moment een leveraandoening. En die hebben dan een somatische aandoening. Dus het is een beetje vertekenend. Maar goed, in ieder geval, als je gaat scoren, dan komt de multimobiliteit iets vaker bij vrouwen voor. Maar vooral op hogere leeftijd. Nou, hier zie je een vergelijkbaar plaatje, heeft Silvan vanochtend ook al gezien. Je ziet, als je kijkt naar de bovenste balk, die is geel, dat is 0 aandoeningen. Helemaal links, en de blauwe, dat is 1. En naarmate er meer kleuren zijn, zijn dat er 2 of meer. En dan zie je dat die gele balk, als je ouder wordt, bijna verdwijnt. En kijk maar even naar 75, het is een heel bont gezelschap van kleuren, waarbij je bijna altijd 2, 3, 4, 5 of 6 of meer aandoeningen hebt. Ja? Dus dat is meer de regel dan uitzondering. En dat begint eigenlijk al vanaf 55 plus. En wie houdt er van algebra, van wiskunde? Nou, ik wel. Want ja, het is het tellen van aandoeningen. Hè. Dus meestal gaat men uit van zo'n ongeveer 100 aandoeningen. Nou, die kan ik niet allemaal laten zien. Maar stel dat je 10 aandoeningen hebt en je combineert 2 ziektes, dan heb je 45 mogelijkheden. Ja? Dat is rechtsboven, bij paren. En je hebt 120 mogelijkheden als je 3 ziektes tegelijk hebt, enzovoort. Dus in totaal 1000 mogelijkheden van combinaties als je uitgaat van een set van 10 ziekten. Kun je nagaan als je de 100 hebt. Dus kortom, ja, heel veel combinaties zijn uniek. Er is bijna geen richtlijn te maken op al die combinaties. We hebben wel een richtlijn die bijvoorbeeld iets zegt over hartfalen en COPD. We hebben ook een richtlijn die iets zegt over diabetes en hoge bloeddruk en cholesterol, want dat lijkt ook een beetje op elkaar in die behandelingen. Maar om al die combinaties in richtlijnen te beschrijven is onmogelijk. Dat moeten we ook niet willen. En om het nog moeilijker te maken, je ziet hier ook weer verschillende soorten. Multimobiliteit is vanochtend ook iets over gezegd. Kijk, diabetes en hartfalen. Diabetes is vooral een risicofactor voor hartvaatziekten. Dus je moet je bloeddruk behandelen, je cholesterol behandelen, gezonde leefstijl. Dat geldt trouwens wel voor iedereen. Maar dat is dus nog redelijk goed te behappen. En dat is niet tegenstrijdig. Maar rechtsboven, of rechts zie je ook dus
Stel dat je nou ook een colonziekte hebt, een dikke duimziekte. Of je hebt ook nog last van je ogen en je hebt ook nog artritis, artrose of reuma. Nou, dan wordt het echt heel ingewikkeld. Dat is zogenaamde discordante multimobiliteit. En dan zie je ook heel vaak dat in de coördinatie van de zorg, met al die verschillende zorgverleners in ziekenhuizen, dat je sneller vastloopt. De fragmentatie van zorg. Oké, dus dat even als inleiding. Dan begin ik met de casus. Dit is een casus uit mijn huisartspraktijk. Ik heb haar een andere naam gegeven om het niet herkenbaar te maken. Maar dit is een mevrouw die slikt al dagelijks 8 verschillende medicijnen. En die is bekend ook met de schildklieraandoening uiteraard. Hoge bloeddruk, botontkalking, een nierfunctiestoornis en nachtelijke onrustige benen. Als je nou aan haar vraagt wat vind ik nou het ergste, dan heeft ze het vooral over die onrustige benen s'nachts. Dan denk je als dokter, oh, daar kan ik zo weinig aan doen. Heel veel middelen hebben heel veel bijwerkingen, maar dat is toch iets waar ze heel veel last van heeft. En ze woont zelfstandig in de seniorenwoning, goed contact met kinderen en kleinkinderen in de buurt. Dus dat is ook belangrijk om er een beetje beeld van te hebben, hoe zo iemand woont. Heel belangrijk ook om als huisarts dat goed te weten. Nou, dan krijgt ze beroerte. En dan gaat de bloeddruk enorm omhoog. Het TSH gaat ook stijgen. En dan heeft ze ook heel veel last van haar dove linker lichaamshelft. En ook hier geldt weer als ze op mijn spreekuur komt. Nou, hoe gaat het nou? Ja, blablabla. Maar waar heb je nou het meeste last van? Ja, dat linkerbeen. En nou, maar dokter, daar praten maar niet over, want dan kun je er toch niks aan doen. Maar toch om even een beeld te geven van de ziektelast. Dat zijn vaak dingen waar we niet zoveel aan kunnen doen. Maar wat de meeste ellende geeft eigenlijk. Maar goed, die bloeddruk, daar kunnen we dus wel wat aan doen. Maar dan het voorbeeld van die verschillende richtlijnen over al die aandoeningen. Ja, dit moet je dan als huisarts allemaal maar zien toe te passen op één patiënt. In 10 of 15 minuten, even los van die tijd. Maar ja, dat is dus echt heel erg ingewikkeld. Dus ik wil wel afvragen, zijn we er wel blij mee met al die richtlijnen? Hoe moeten we dat nou doen? Ik heb daar nog niet even meteen een oplossing voor, hoor. Ja? Toch in zijn algemeenheid, zeker als huisarts, kunnen wij geen goede zorg leveren zonder richtlijnen. Want je moet over zoveel aandoeningen een klein beetje weten, kun je niet allemaal onthouden. Dus we zijn heel erg blij dat we dat ook af en toe kunnen opzoeken op de websites en ook in andere materialen. Maar wat is een richtlijn? Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, patiënten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. En die berusten dus op 3 bronnen, op wetenschappelijk onderzoek, op expertise van zorgprofessionals, dus gewoon klinische kennis en ervaring, en ook op de ervaringen van zorggebruikers. Dat is vandaag ook al aan de orde geweest. Neem nou die ervaringen van die patiënten mee. Dat doen we ook in richtlijnen. De zorggebruikers, de patiënten worden ook op verschillende manieren betrokken bij richtlijnen. Dat is ook onderdeel van een goede kwaliteit richtlijn. Door samen te werken met patiëntenorganisaties, dus bijvoorbeeld met de Schildklierorganisatie Nederland. En er was ook iemand die meedoet met de werkgroep, had ik begrepen. Hè? Ja? Ja? Ja, heel goed, heel goed. Dus dat is ontzettend belangrijk om op die manier input te geven. Dus de werkgroepdeelname, maar ook focusgroepen, diepteinterviews en verhalen van patiënten. Nou, die hebben vandaag ook heel veel gehoord, die nemen we ook mee. En daarnaast ook literatuuronderzoek, waarbij je specifiek zoekt op ervaringen van patiënten. En dan gebeurt dat tijdens verschillende fasen, al bij de voorbereiding van wat is nou het belangrijkste, het prioriteren van de knelpunten en de uitgangsvragen. En dan het vertalen van het bewijs naar aanbevelingen. Het literatuuronderzoek dat doen wij zelf op bureauniveau. Dat is ook behoorlijk ingewikkeld en daar heb je echt ook methodologische kennis voor nodig. Maar het vertalen van de conclusies naar aanbevelingen, daar kunnen patiënten ook in meedoen. Ook in de commentaaronder, dus de Schildklierorganisatie Nederland zal ongetwijfeld ook een conceptversie van de richtlijn krijgen voor commentariering. En dan uiteindelijk soms ook wordt er echt een goedkeuring gegeven door de patiëntorganisatie. Hier nog even een samenvatting van hoe een richtlijn er dan uitziet. Die 3 bronnen, dus je hebt de wetenschappelijke basis, je hebt de professionele expertise en je hebt de patiëntenervaringen. Maar die wil je dus ook toepassen in de praktijk. Nou, dat verschuift het kopje richtlijnen naar boven. De richtlijn is ook een bron op grond waarvan je besluiten neemt.
Maar daarnaast heb je ook als arts je professionele expertise en ervaring, wat niet in de richtlijnen beschreven is. En dat kan bijvoorbeeld ook berusten door gewoon kennis van de patiënt en van zijn voorgeschiedenis en van zijn geneesmiddelen. Die unieke combinatie staat in geen enkele richtlijn, maar toch kun je daar als arts wel degelijk iets over zeggen. En uiteraard ook de patiënt. Dus die doet ook mee met zijn ervaringen. Die weet van als ik dat medicijn krijg, dan helpt niet. Die weet van, oh, ik heb vroeger een keer een verhoging gehad van mijn schildkliedosering en dat pakte helemaal verkeerd uit. Of andersom. En dat zijn ervaringen die we niet van tevoren kunnen voorspellen. En dat is het gesprek wat je ook moet aangaan met je patiënt. Dus als je dat op die manier doet en die drie bronnen combineert, kun je spreken van persoonsgerichte zorg. Met de richtlijnen dus ook in de hand. Nou, dat is ook bij de NRG-standaarden zeggen we ook niet dat je die richtlijn altijd moet volgen. Je kunt er ook gemotiveerd van afwijken. Dat is de disclaimer, hè? Dus de inbreng van de patiënt. Als er factoren zijn van de kant van de patiënt, je bespreekt dat ook met de patiënt en ook, je ook, wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid, dan kan je dus van de aanbevelingen afwijken. En hetzelfde geldt ook dat het een afwijking is van de huisarts. Elke keer moet je nagaan, is deze patiënt die ik voor mij heb dezelfde als de patiënt die in de richtlijn wordt beschreven. En als je heel veel aandoeningen tegelijk hebt, kun je bij wijze van spreken al zeggen, nee, dat is nooit het geval. Moet je altijd apart en zelfstandig blijven nadenken. Nou, dit is een themanummer in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, helemaal gewijd aan richtlijnen. En dat heeft juist ook de focus gelegd, de nadruk gelegd op het feit dat je dus zelf moet blijven nadenken. Ik was daar dus de gastredacteur van, samen met Jaap Hamming, dat is een chirurg in Leiden. En dit is een stukje uit het redactioneel. Dat kun je gewoon op internet ook vinden, dat is publiek toegankelijk. En ja, de boodschap is dus, zorgprofessionals moeten zelf over de route blijven nadenken. Met de metafoor van het navigatiesysteem in de auto. Ja, het werkt natuurlijk in heel veel gevallen wel. Maar er is een file of een wegopstopping, met name in de stad bijvoorbeeld. Hè, waar de files niet worden meegenomen in het navigatiesysteem. Nou, dan kan je het compleet in de war raken. Ik weet niet of je dat wel eens ervaren hebt, dat je al die rondjes dan gaat rijden. Dus dan moet je zelf gaan nadenken, oh ja, hoe kan ik nou het beste op de plaats van bestemming komen. Dus dat is eigenlijk ook de boodschap bij het toepassen van richtlijnen. Persoonsgerichte zorg. Toch even een definitie. Wat is dat nou precies? Nou, dat is zorg op maat voor mensen met een gezondheidsprobleem, waarbij je niet de klacht of de aandoening centraal stelt, maar de persoon met de aandoening en met de klacht. En die kan dus heel erg verschillen. En bij de behandeling staat niet het gezondheidsprobleem centraal, maar de manier waarop de patiënt in het leven staat en zelf met het probleem omgaat. Het omgaan met, hè, ik hoorde dat net ook, dat het zo enorm verschilt hoe mensen met hun problemen omgaan. En in de huisartspraktijk wordt dat dus gekenmerkt doordat de huisarts de patiënt kent. Hangt een beetje af van de relatie. Het staat hier ook, hè. De relatie ontwikkelt zich gradueel na kennismaking en na meerdere contacten. En soms heb je na kennismaking al meteen van, yes, een klik, dat gaat goed. En soms is die klik er niet, moet iets nog ontwikkelen. En soms komt die helemaal niet en dan kan je beter zeggen, maar nou, misschien toch een andere huisarts. Als dat mogelijk is, want dat in sommige kleine plaatsen kun je niet zomaar wisselen. Maar het zou wel heel erg helpen als je goed contact hebt met je huisarts. En dat je binnenkomt bij de huisarts, die zegt, oh mevrouw, hup. En hoe gaat het met u? En hoe is het nou dat je daarna pas de klachten bespreekt? Dat is een enorm voordeel. En dat vind ik ook de charme van het vak, dat je de mensen kent. En de patiënt andersom kent ook de huisarts. Dus in sommige grotere centra heb je meerdere dokters of waarnemende dokters en heb je elke keer een nieuwe. Dat is ook niet fijn. Dus je wilt graag ook de huisarts kennen, zodat je niet elke keer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. En dan een huisarts die begrip toont, empathisch is, goed kan luisteren. Nou, dat zijn de basisprincipes van goede zorg. Ja? En dan de relatie, gekenmerkt door wederzijds respect en vertrouwen. Nou, richtlijnen voor persoonsgerichte zorg. Dat klinkt een beetje dubbel, maar die zijn er wel degelijk. Kun je wel degelijk opstellen. Richtlijnen die maken persoonsgericht mogelijk ook omdat er een bron van kennis zijn. En zonder de professionele kennis kan je geen goede zorg leveren. Dat onderscheidt toch een dokter van een aardige buurvrouw of van een betrokken moeder of vader. Hè? Maar wel met de nodige vrijheidsgraden en onzekerheden die inherent zijn aan een academische discipline. Omgaan met onzekerheid
Zeker bij schildklieraandoeningen is ontzettend belangrijk dat het goed gebeurt. Ik hoorde net duidelijkheid. Duidelijkheid wil niet zeggen dat we precies weten hoe het moet of precies weten hoe het zit. Duidelijkheid kan ook zeggen, we weten het niet goed. We weten zeker dat we het niet goed weten. En oké, dus dan gaan we kijken van hoe gaan we dan daar zo goed mogelijk mee om. Dus dat is een andere vorm van duidelijkheid, hoe je dan omgaat met onzekerheid. En dat is dus, ja, het is allemaal zo complex. Ik heb het laten zien, hè, als je zoveel aandoeningen tegelijk hebt en met zoveel disciplines te maken hebt, is het gewoon heel ingewikkeld en er zijn er altijd onzekerheden. Nou, de bekwaam zonder zorgverlener wordt dus geacht zowel de kennis als de onzekerheden te vertalen naar de individuele patiënt en in dialoog tot een gezamenlijke besluitvorming te komen. Betrek de patiënt altijd bij de besluitvorming. Sommige patiënten zeggen van, nou dokter, ik weet het ook niet, zegt u het maar. Nou, dat kan. Het is soms wel een beetje makkelijk, hè? We proberen toch de mensen erbij te betrekken. Maar dat is toch het principe is dat je probeert gezamenlijk tot besluitvorming te komen. En dat is ingewikkeld. Dus ja, dat is soms. Sommige mensen zijn heel erg mondig. Die weten heel goed wat ze willen. En dan moet je soms dus wel eens wat tegengas geven. En je hoeft dus niet altijd precies te doen als dokter wat de patiënt vraagt. Dokter, ik heb al een week lang last van mijn bijholtes en ik ben verkouden. Nou wil ik een goede kuur hebben. Dan gaan we toch uitleggen. In de richtlijn zijn allerlei onderzoeken beschreven waaruit blijkt dat die kuur eigenlijk niet zinvol is als er geen aanwijzing voor een bacteriële infectie. Heeft u het wel eens geprobeerd om even af te wachten zonder antibiotica? Ik kan u ook met pijnstillers of goede neuspoeding ook helpen. Nou, dat moet je even tegengas geven. En dat kan soms best wat wrijving geven. Dus ja, die tango is ook iets wat je samen doet, maar nou, je gaat soms toch wel een beetje de strijd aan af en toe. Dus dat is een beetje hoe het dan werkt in de praktijk. En misschien heeft u dat soms zelfs ook ervaren. Dat je toch die dokter af en toe een beetje aan zijn jasje moet schudden. Die dokter geeft een beetje tegen. Nou, uiteindelijk hopen je er wel samen uit te komen. Dus het is een soort dans, laat maar zeggen. Hoe is dat met mevrouw school gegaan? Nou, die had ook een internist, hè, ook vanwege die nierfunctiestoornis. En die schreef dus terug, heel netjes terug. Patiënten krijgen steeds bijwerkingen bij nieuwe antihypertensiva. En daarom heb ik in overleg met de patiënt besloten om het bij 1 april te houden. Een van de geneesmiddelen die ze dan al had. En de bloeddruk verder niet meer te meten. Want wat gebeurde namelijk als ze op het speekuur kwam, was doodnerveus, altijd hoge bloeddruk wel tegen de 200 aan. En, nou, de zogenaamde witte jashypertensie heet dat dan, hè, terwijl we geen witte jassen meer dragen. Maar ja, daar was ze zo nerveus over. Dus ze wilde gewoon haar verhaal doen en de bloeddruk niet meer meten. En dat vond ze heerlijk dat de conclusie was. Dus ik ben zo blij dat ik mijn bloeddruk niet meer hoef te meten. Ik heb zoveel meer rust in mijn lijf. En dan ga ik maar een jaartje eerder dood, ja? Zo belangrijk, ja, ze is al 84, hè? Dan dat ik elke keer weer nieuwe medicijnen krijg die weer moeten worden uitgeprobeerd, et cetera. Ik zeg niet dat dit de oplossing is, hè? Dit is dus één casus van één mevrouw. Hè? Voor haar is dat de oplossing. Want het kan best zijn dat u zegt, ja, maar wacht even, ik maak me wel zorgen over mijn bloeddruk. Geef me een extra medicijn. Maar dit was inderdaad voor haar de oplossing. En het was in 2010. En toen vond ik het best wel spannend van, ja, nou, ze kan toch wel weer een nieuwe beroerte krijgen. Nou, ze leeft nog steeds. Ze leeft nog steeds en is nog steeds blij met haar leven. Aan de andere kant, als het morgen over is, heeft ze daar ook vrede mee. Ja? Dus, oké. Okay. Het is maar één casus, maar even ter illustratie hoe je omgaat met ingewikkelde problemen. En onzekerheid. Dit is de titel van mijn oratie in 2017, toen ik hoogleraar werd. Persoonsgerichte zorg in richtlijnen contradictie of paradox. Het is een beetje spelen met termen. Contradictie is een tegenstelling. Dat kan niet samengaan. Paradox is een schijnbare tegenstelling. Nou, je kunt wel raden, ik zeg het is een schijnbare tegenstelling. Ik heb net al aangegeven, je hebt richtlijnen nodig om goede persoonsgerichte zorg te geven, omdat je toch die kennis wil meenemen in de besluitvorming. Maar het is wel zo dat de richtlijn bepaalt niet wat goede zorg is, maar de zorgprofessional en de cliënt, patiënt, bepalen dat samen. En de zorgprofessional bereidt zich voor door kennis te hebben van de richtlijn en de patiënt bereidt zich voor door de juiste vragen te stellen. Ja, maar wat zijn nou de juiste vragen? Ik weet niet of u deze website kent van de Patiëntfederatie Nederland, de 3 goede vragen. Voor iedereen belangrijk, jong en oud lijkt mij.
voor mensen zonder ziektes en aandoeningen en voor mensen met meerdere ziektes. Wat zijn mijn mogelijkheden? Mogelijkheden, dus niet beperkingen, wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en de nadelen daarvan? En wat betekent het voor mij? Voorbeeld, even geen schildkliervoorbeeld, maar bijvoorbeeld je hebt last van je rug, je hebt uitstraling en de dokter denkt aan een hernia en die blijft dus hevig pijn geven. Nou, dan kan je dus zeggen van ik ga toch door met pijnstillers en misschien een beetje fysiotherapie of ik ga naar een neurochirurg om het te laten opereren, als die hernia ook is aangetoond. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van ja, wacht even, als ik dus doorloop met die pijn, dan heb ik wel nog heel veel, heel lang pijn. Misschien kan ik ook niet helemaal goed werken. Maar het, als ik me laat opereren, heb ik ook wat uitval, heb ik minder pijn. Maar goed, en aan het eind van de rit blijkt dus uit onderzoek na een jaar, blijkt er dus geen verschil uit te maken. Dus wat is de keuze? Doorgaan met pijn en pijnstilling of opereren met ook wat risico's? Of laat ik het gewoon zitten? Dus dat zijn, en wat betekent dat dan voor mij? Sommige mensen zijn doodsbang voor narcose, voor operatie. Andere mensen zullen laat me maar opereren, weg met die zwelling. Dus dat is heel persoonlijk. Dit zijn vragen die je altijd van tevoren kunt stellen. En dit is een voorbeeld dan bij die afwegingen, die mogelijkheden die je hebt bij de hoge bloeddruk. Dat is een keuzekaart die we steeds meer maken. En hier staat dan dat je dus verschillende mogelijkheden hebt door iets te bijten, een andere pil erbij. Aanpassen van dat tijdstip, er zijn verschillende mogelijkheden. En het voert te ver om het allemaal door te nemen, maar je ziet dat allerlei afwegingen gemaakt kunnen worden. In de verschillende cellen staat specifieke informatie en op grond daarvan kun je het gesprek met de dokter aan. Het is niet alleen de huisarts die doet aan persoonsgerichte zorg en aan gezamenlijke besluitvorming. Idealiter, de medische specialist wil dat ook. Er staat zelfs in de visie van de medische specialist, samen beslissen is dagelijkse praktijk. En misschien gebeurt dat toch niet helemaal, maar ze willen het wel. Dus ik denk dat als u bij een medisch specialist bent en zegt, goh, ik wil toch wat meer informatie, want ik weet nog niet precies of ik datgene wat u voorstelt ook wil en wat zijn misschien de alternatieven, dan kunt u zelfs wijzen op de visie van de medisch specialisten. Ja? Ik zou het wel op een nette manier doen hoor. En gezamenlijk verantwoordelijk, hè? Dus voor de verbetering van de vaardigheden, is ook weer zoiets. We houden ook rekening met mensen die wat minder vaardig zijn. Dus alle professionals doen aan persoonsgerichte zorg of willen aan persoonsgerichte zorg doen. Thuisarts.nl, wie kent thuisarts.nl? Ja, iedereen. Meer dan 6 miljoen bezoekers per maand. En als u vragen heeft of klachten of aandoeningen en je wil van tevoren even kijken wat zou de dokter zeggen, kijk eerst op thuisarts. En ook als je bij de dokter geweest bent, kun je altijd thuisarts raadplegen. En dat is dus bij uitstek bedoeld ook om mensen goed te informeren. Hij wordt ook steeds meer gevuld met informatie niet alleen uit de huisartsrichtlijnen, maar ook met informatie uit de specialistenrichtlijnen. Daarom laat ik het ook hier zien, nu. En dit is maar een voorbeeld hoor. Maar er zijn ook uitgebreide pagina's over schildklier. En ook zijn er programma's voor persoonsgerichte zorg in Nederland. Dat is de Ketenzorg Ontketend. U heeft vanochtend iets gehoord over disease management, hè? Dus dat het heel erg gericht is op één ziekte. Diabetes mellitus, astma, COPD, hartvaatziekten, dat zijn aparte ketens en die wil men nu meer in elkaar schuiven binnen de huisartsenzorg. Dus integrale zorgprogramma's en dus van protocol naar individueel plan. Plan, dat kun je ook mondeling hebben overgezet, dat hoeft niet een geschreven plan te zijn, maar er zijn wel digitale tools voor. Daar is men ook mee bezig en er is ook een NRG-strategisch programma persoonsgerichte zorg met allerlei tools over hoe we dat kunnen doen. En dit boek is net verschenen, persoonsgerichte zorg voor iedereen, dus ook voor mensen met een andere achtergrond, of met beperkte vaardigheden, onder redactie van mijn collega Marie van der Muizenberg uit Nijmegen en Eldine Oosterbeek, Berg, die ook bij het NRG verbonden is. Zeker een aanrader. Wat zijn nou de algemene uitgangspunten van persoonsgerichte zorg? En dit komt uit een richtlijn die we hebben opgesteld in het programma van de GGZ. En onder het generieke thema comorbiditeit. Dus dat je focust op de kwaliteit van leven en realisatie van persoonlijke doelen. En dat zou u ook als patiënt kunnen doen. Hè? Dus
in plaats van heel gericht zijn op de behandeling van de schildklier bijvoorbeeld. Ja, maar wat betekent dat nou voor mij? Wat zijn nou de gevolgen van mijn aandoening voor mijn dagelijks leven? En wat zou ik nou willen verbeteren? Dus liever taalslag zou je voor jezelf ook altijd kunnen maken. Dat helpt de dokter denk ik ook. Betrek de naastbetrokkenen. Dus nou, ik hoorde net al een buddy, hè? Het kan ook een partner zijn of iemand anders. Als het echt ingewikkeld wordt, en zeker als het gaat om, het kan bij een bezoek van een huisarts, maar ook bij een specialist, als er echt een beleid moet worden gemaakt, dat je met iemand samen gaat, die ook nog eens meedenkt. In toenemende mate nemen patiënten soms ook een gesprek op de mobiele telefoon. Mag, hè? Wel met toestemming, maar je mag ook het gesprek opnemen. Kan ook nog. Stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid, participatie van de patiënt. Dit zijn aanbevelingen voor de zorgprofessionals. Hè? Maar ook, ja, in feite tips voor jezelf. Zorg dat je ook een stukje verantwoordelijkheid houdt. Dat die dokter die aan het bed staat en die zegt van, nou, u moet dit, u moet dat. Oh, nee, zorg dat je voorbereid bent en ook kan anticiperen op bepaalde tips en aanbevelingen. En zeg nee, dit wil ik niet en dat wil ik wel. Of ik wil het graag bespreken, hè, voor- en nadelenafweging. Dus ook een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen, eigen regie nemen. En zorg dat je alle informatie geeft. Hè. Nou, dat is net een voorbeeld ook gezien met die keuzekaart. En op thuis staat ook heel veel informatie. Dat zijn de algemene uitgangspunten. En wat zijn dan de randvoorwaarden? Dit geldt ook voor professionals. Voldoende tijd. Dat is de reden waarom we binnen de huisartsenzorg zeggen, ja, die 10 of 12 minuten is echt te weinig. We willen naar 15 minuten. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel overeenstemming zien te bereiken met zorgverzekeraars. Want in plaats van dat je dus 30 patiënten per dag kunt zien, zijn het nu nog maar 25 of 20. Dus dat heeft wel gevolgen. Heb je ook steeds meer dokters nodig. En er is al een tekort. Maar in ieder geval, tijd is heel belangrijk om alles goed te bespreken. En ook in samenhang. Ik ken collega's, dat zijn de dokters die dan toch die 10 minuten spreekuur houden. Die zeggen, u mag maar één klacht tegelijk. Ja, één klacht tegelijk. Ja, oké, dat geeft wel helderheid. Maar dan moet je van tevoren wel even heel goed benadenken van, ga ik voor mijn huidplekje of ga ik voor mijn vermoeidheid of voor mijn duizeligheid. En ja, mij lukt dat niet hoor. Dus mensen komen binnen en die komen dan, ja, met die 15 minuten, dan mogen ze meerdere dingen bespreken. En dan is het soms wel eens lastig, oh ja, mijn dokter, kunt u me ook even een laboratoriumformulier geven, want ik ben zo moe de laatste tijd. Ja, zo werkt dat niet, dan wil je toch iets meer weten. Maar goed, in ieder geval in samenhang. En het helpt ook als patiënt om van tevoren op te sommen waar je het over wil hebben. En mensen komen bij mij met hele verhalen hoor. En sommige dokters die zeggen dan, oeh, bij mij zijn ze welkom. Als je goed voorbereid bent, kom maar met een A4'tje, dat helpt. Maar goed, ik heb wel 15 minuten, dus dat onderscheidt mij misschien weer van dokters die minder tijd hebben. Oké, multidisciplinaire benadering is net ook al genoemd. Hè? Vooral ook in het ziekenhuis, dat je meerdere specialisten, dat die samen praten over hetzelfde behandeldoel. Toegang tot het dossier, nou dat is ook al genoemd. Waarin de actuele problemen staan, het medicatiegebruik. Nog even reflecteren op die apothekersrol. Ben ik ook helemaal mee eens. Je hebt eigenlijk drie bronnen die je met elkaar vergelijkt. Wat de dokter weet, wat de apotheker weet en wat u zelf weet. Want als het goed is, weet u zelf ook wat u slikt. Nou, bij uitstek. En die moet, dat is de controle. Mijn advies is ook, zorg dat je een apotheker hebt die jou ook kent. En die u ook kent. Dus hetzelfde dat je een vaste relatie hebt met een apotheek. Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden ook met een internetapotheek. Kan goed gaan. Maar een persoonlijke relatie met de apotheker of met het personeel van de apotheek is denk ik een enorm voordeel als je meerdere medicijnen tegelijk slikt. Maar hoe kun je dat doen? Hoe je dat kunt doen? Yeah. Ja, nou dan moeten we het zo maar even over hebben. Ja, goede vraag. Ja. En nou, het open programma, dat is dus het programma waarin dus mensen dus inzage krijgen in een gezondheidszorgdossier. Dat kan via een portaal, heel veel huisartsen hebben al een portaal, of via een PGO. Dat is een speciale software op je mobiele telefoon. Er is al iets over gezegd. Men is daar ontzettend hard mee bezig, maar het loopt niet zo vaart eerlijk gezegd. Want er zijn, dat werd ook al gezegd, het is een markt. Dus heel veel softwareleveranciers bieden zo'n portaal aan professionals. Die moeten daarvoor betalen. En de PGO is gratis. Dus die verliezen hun markt als ze die PGO gaan promoten. En dat blokkeert een beetje de snelheid. Want eigenlijk hadden we al bijna al lang klaar moeten zijn met die PGO's, maar dat is niet het geval. Ik weet dit ook omdat mijn vrouw projectleider is voor het open programma in onze regio. Hoe moeilijk het is om dit te realiseren. Maar ik hoop echt dat we over 2, 3, 4, 5 jaar iedereen een PGO heeft. Ja?
medicijngebruik, problemen en alle betrokken zorgverleners. En dat heb ik ook ergens gehoord. Zorg dat je een lijstje hebt van bij wie je allemaal loopt. Dat is soms een enorme warboel en chaos. Ook de namen, telefoonnummers. Ook voor de huisarts heel erg handig als je toch even met iemand wil bellen, dat je een lijstje hebt van alle zorgverleners met telefoonnummers. Ik hoorde ook verschillende ziekenhuizen. Het is ook erg handig om één ziekenhuis te hebben. Maar ja, hoe regel je dat? Hè? Hoe regel je dat? Zeker in plekken met meerdere mogelijkheden. Maar in Gorinchem hebben wij één ziekenhuis waar ik ook de meesterspecialist goed ken. En dat is echt een zegen voor het overzicht, ook voor de samenwerking en voor het multidisciplinaire overleg. En dan het laatste, de persoonlijke doelen. Hè. Zorg dat je voor jezelf weet wat belangrijk is. Waar hecht ik aan? En dat kunnen ook hele alledaagse dingen zijn. Zo van, ik wil graag volgend jaar of van de zomer naar Amerika of Canada, want mijn dochter woont daar. Of een kleinkind die jarig is of zo. Dat soort dingen kunnen gewoon mensen ontzettend belangrijk zijn. En als je dan ziek bent of je krijgt een behandeling die dat dwarsboomt, dan is dat degene waar je over in zit. En misschien wilt u dat niet aan de dokter vertellen, omdat je er toch een beetje van schaamt of zo. Maar dat is denk ik wel belangrijk. Ik zou zeggen, deel het gewoon met de huisarts, want dan weet hij wat er in uw hoofd speelt. En de huisarts kan er ook naar vragen overigens hoor. Dus dit zijn dan de randvoorwaarden en dit zijn aanbevelingen. Dus de doelen. Zorg dat je weet wat je graag wilt bereiken. En dat de arts dat ook weet. Gericht op de mogelijkheden en op de beperkingen. Maak onderscheid tussen de persoonlijke doelen, functionele en ziektegerelateerde doelen. Dus die bloeddruk moet inderdaad naar beneden. Maar jij wil ook gewoon goed kunnen functioneren. Goed kunnen fietsen, afstand kunnen fietsen. En ook die persoonlijke doelen waar ik net een paar voorbeelden van gaf. Zijn ook heel erg belangrijk. En het is niet of-of, het is en-en. Ja? Ook de ziektegerelateerde bedoelingen kunnen heel belangrijk zijn om te realiseren. Nou, dat doe je dus samen met de patiënt, rekening houden met de prognose, levensverwachting. Dus naarmate mensen ouder zijn, dan denk je, die bloeddrukbehandeling is een risicofactor voor hartvaatziekten. Maar als je al zo'n slechte prognose hebt, is dat minder belangrijk om achteraan te gaan. Dus daar hou je ook rekening mee. Je legt de doelen vast in een zorgplan, desgewenst. Een zorgplan is een schriftelijk plan, maar je kunt ook mondelinge afspraak maken. Waarbij we niet in de valkuil moeten trappen dat dat eens en voor altijd staat. Dat kan ook weer veranderen in de loop der tijd. Dus dat maakt dat je toch regelmatig contact moet houden om te checken of dezelfde doelen nog steeds gelden. En besteed aandacht aan zelfvertrouwen en zelfmanagement. Niet iedereen heeft dezelfde vaardigheden, is toch zelf onzeker. En goed om iemand anders mee te nemen die dat eventueel ook kan ondersteunen. Maar dat is heel erg belangrijk voor goede zorg. Nou, je doet het dus vooral samen. Dat drukt dit plaatje ook uit. Dat was het. Dank u wel. Ik heb zelf meerdere aandoeningen. En daarom vind ik het heel belangrijk dat er aandacht is. Ja, in de zorg voor meerdere aandoeningen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een schildklieraandoening en ook maag-darmproblemen. En vaak hebben die klachten invloed op elkaar. Dus ben ik niet goed ingesteld, dan heb ik weer meer maag-darmklachten en vice versa eigenlijk. Het is heel lastig om daarmee om te gaan. Vooral de onvoorspelbaarheid die je hebt en er steeds nieuwe bij komen. En dat frustreert enorm en dat je daar geen controle over hebt en krijgt. Voor mij betekent persoonsgerichte zorg dat ze naar je kijken als geheel, als persoon. Dus alle aandoeningen die je hebt meewegende en ook alle behandelingen meekijken. En dat je er wel zelf over nadenkt, maar niet zelf alle besluiten hoeft te nemen. Oftewel dat het een gezamenlijke zoektocht is welke behandelingen passend zijn bij jouw ziektepatroon. En als er zich dan weer een nieuwe ziekte voordoet, en dat komt nogal eens voor bij mensen met meerdere aandoeningen, zeker met meerdere immuunaandoeningen, want dat wordt vaak een heel compleet setje bij elkaar, dat je samen nadenkt wat is de volgende stap en wat is de volgende behandeling. En ook qua digitale zorgsysteem, dat je goed toegang hebt tot je eigen medische gegevens. Zodat op het moment dat je daar zelf iets over zou moeten beslissen of samen met je arts, dat je ook weet waar je het over hebt. Informeer jezelf. Dat maakt je sterk. Zoek informatie over jouw aandoeningen en of en hoe ze elkaar beïnvloeden. Vraag dit na bij je behandelaars. Je kunt ook gebruik maken van websites en Facebook van de verschillende patiëntenorganisaties. Houd een logboek bij. Jij bent de enige die een totaalplaatje heeft van jouw behandelingen en onderzoeken. Je kunt dit bijhouden in een schrift of digitaal via een zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving.
afgekort PGO. Gebruik de 3 vragen. Deze vragen helpen je beslissen bij het kiezen voor een behandeling. Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? En wat betekent dat in mijn situatie met meerdere aandoeningen? Weet wat voor jou belangrijk is. Vertel je behandelaars wat voor jou belangrijk is in het dagelijks leven. Dat kan gaan om studeren, werk, sociaal leven, sporten, etc. Dit kan helpen bij het kiezen voor een volgorde van behandelen. Wees alert. Mensen met een auto-immuunziekte hebben een verhoogde kans op het krijgen van een tweede auto-immuunziekte of meer. Wees dan extra alert, zodat zo nodig tijdig een behandeling gestart kan worden. Informeer je behandelaars. Het is belangrijk dat je de behandelaars informeert over jouw andere aandoeningen en medicijnen, inclusief supplementengebruik. Je kunt je medicijnoverzicht opvragen bij de apotheek. Vraag je behandelaars te overleggen met elkaar en behandelingen af te stemmen. Geef toestemming om medische informatie onderling te delen, mits je dit oké vindt natuurlijk. Vraag 1 aanspreekpunt. Als je verschillende specialisten hebt, vraag welke afdeling het overkoepelende aanspreekpunt is. Voor jou en voor je huisarts. Plan afspraken op 1 dag. Als je verschillende behandelaars in 1 ziekenhuis hebt, probeer je afspraken dan op 1 dag dagdeel te regelen. Er kan soms meer dan je denkt. Zoek een buddy. Als er geen coördinator is en je bent zelf niet goed in staat om overzicht te hebben, zoek dan een buddy. In je familie of vriendenkring of via een patiëntenorganisatie.